Welkom bij de Boekenweek van Atheneum Boekhandels, met iedere dag vanuit een van onze winkels een nieuw interview. Vandaag zijn we bij Boekhandel van Rossum in Amsterdam-Zuid en heb ik de eer om Sophie Lakmaker te interviewen over haar debuut, De geschiedenis van mijn seksualiteit. Hoi Sophie. Hey Bob. Ja, heel gek, want we kennen elkaar eigenlijk al best wel lang. Dus we denken dat we zo professioneel eigenlijk iets moeten gaan doen. Klopt, ja. Wil je vertellen hoe we elkaar kennen? Of denk je dat dat... Nou, dat is misschien wel leuk. We hebben ooit meegedaan aan een 24 uur met Arno Grunberg. Een 24 uur durende leesclub. En toen waren wij uitverkoren om bij Jeroen Pauw daarover te gaan vertellen. En dat is denk ik ongeveer 5 jaar geleden. En dus dat was de eerste keer dat we elkaar ontmoetten. En alleen jij maakte de 24 uur vol met Arnon. Ja, met pijn en moeite. Maar ik dacht, als ik eraan begin, dan moet je het ook afmaken. Ja. Want jij was op een gegeven moment spoorloos verdwenen. Wat je me net vertelde, ik schijn gezegd te hebben, ik moet schrijven. En toen heb ik het pand verlaten. Maar ik denk dat ik eigenlijk gewoon op Facebook ben gaan zitten nadat ik weg ben gegaan. Ja. Maar ik heb het inderdaad, ik trok het niet zo goed. Nee. Maar goed, dat is... Maar hoe is het? Wel goed, ja. Het is warm. Dus dan kan je nooit meer zo goed nadenken. Maar dat kan soms ook een opluchting zijn. Ja, dat vond ik op de weg hier naartoe ook wel. Dat ik dacht, ik weet eigenlijk niet meer wat ik wil gaan vragen. Maar ik dacht, dat komt ook vast wel goed. Want ja, je hebt net je debuut uit. En dat is nogal ingeslagen als een bom in Nederland. In literair Nederland. In ieder geval in Amsterdam. Maar laten we gelijk groot denken. Ja. Dat is denk ik wel goed. Hoe is dat? Hoe voelt dat? Ik denk ook... dat het misschien van buiten dan heel erg als een bom oogt. En dat is het dan misschien ook wel. Maar voor mij is het natuurlijk is dat wat meer stapje voor stapje gegaan. Want in de eerste instantie, eerst een paar weken nadat het uitkwam, viel het eigenlijk best wel mee. En vervolgens, je verwacht van tevoren dat het die eerste maand is waarin er iets gebeurt. Gelijk het eerste weekend. Ja. Ja, en als dat niet zo is, dan dat je dan ook maar van het ergste uit moet gaan. Maar eigenlijk is het... ja, hoe noem je dat? Geleidelijk aan gegroeid. En is er nu nog steeds, terwijl het is inmiddels 4 maanden geleden uitgekomen, best wel veel aandacht voor. Dus dat is heel erg leuk. Ja, het is een enorme verkoophit. Ja, ontzettend tof. Ik ga ook echt geld verdienen. Dat had ik niet verwacht. Nee? Maar nou ja, ik dacht... Ga je dan stoppen als pizzabakker? Daar kan ik helaas geen uitspraak. Nee, ik ben gewoon nog aan het werk daar. En het kan het zijn dat het op een gegeven moment te veel wordt, maar voor nu is het gewoon nog steeds goed te doen. Dus dat... Want ben je al weer met iets nieuws bezig of ben je hier nog vooral van aan het genieten? Ik soms genieten, soms panikeren. Leiden. Ja, maar nee, ik merk wel... kijk, dat hele pizzabak heb ik bijvoorbeeld ook gedaan, omdat ik gewoon... ik vind het best wel moeilijk om dingen naast elkaar te doen. Dus dat was gewoon een overzichtelijke manier om geld te verdienen naast dan eigenlijk één project, namelijk mijn boek. En dan schreef ik daarnaast soms stukjes voor De Groene, maar that's it. En nu komt er best wel veel op me af. Dus ik denk dat ik, dat gaat echt nog wel eventjes kosten, wil mijn hoofd op een punt komen dat ik weer echt aan iets nieuws toekom. Ja. Ja. Maar het is door heel veel mensen gelezen, maar ik denk en hoop ook door heel veel mensen nog niet die het dan na dit interview massaal alsnog gaan lezen. Ja, dat vermoed ik ook. Ja. Ja. Kun je eens vertellen waar het boek over gaat? Waar begin je aan als je dit oppakt? Ja, het is wel grappig. Bowie, die doet de PR van Das Macht. Die heeft met mij geprobeerd door te nemen van tevoren dus waar dit boek over gaat. Waar we het op kunnen verkopen. Ja, maar ik heb blijvende moeite dat helder uit te leggen. Het komt er in ieder geval op neer dat het een redelijk autobiografisch verhaal is over, ik ben nu 27 net en dit heeft meer betrekking op de jaren dat ik, zeg maar, ongeveer van mijn 17e tot mijn 23e. En ik denk dat het de rode draad toch een beetje een zekere zoektocht naar houvast is en soms ook het wegvallen van die houvast. En dat is een beetje abstract, maar dus meer concreet gaat het daarin. En over gender, hoe dat je identiteit bepaalt. Maar ook gaat het over het verlies van mijn moeder. Dus en tegelijkertijd komen er ook veel andere dingen, zoals studies en wat praktischere zaken voorbij. En soms voelt het
deze uitleg in combinatie met de titel, alsof het dan alleen maar een enorm loodzwaar geheel is. Ja. En ik hoop dat de mensen die het lezen ook kunnen lachen af en toe. Dat sowieso ik heb met heel die erg veel gelachen tijdens het lezen. Ja, en ik ken ook mensen die ook heel erg veel hebben gelachen tijdens het lezen. Maar je bent hier in de buurt geloof ik opgegroeid, hè? Hier klopt. In Amsterdam-Zuid. Hoe was dat? Ik kom gewoon uit een dorp ergens in de provincie. Maar hoe is het om hier in Amsterdam-Zuid op te groeien? Ja, nou ja, ook een soort dorp, denk ik. Wel echt een ander soort dorp. Anders, ja, merkwaardig soort dorp. Kijk... Hoe was het? In heel veel opzichten denk ik gewoon leuk en veilig. Een beetje eenzaam soms in die zin dat ik dus heel graag voetbalde en dat iedereen altijd op hockey zat. Dus ik heb heel veel in mijn eentje op het pleintje gestaan. En ik denk dat, ja, daar gaat in het boek ook wel een beetje over, dat het mijn ouders heel graag het idee meegaven van wij horen hier niet, er wonen hier hele rijke types en wij zijn anders, maar uiteindelijk... denk ik dat ik net zo goed uit een... Ik bedoel, dat is eigenlijk een elite die zich dus nog meer verheven voelt boven een wat meer financiële elite. Dus het is een wereld die... ik ben in ieder geval blij dat ik altijd veel heb gevoetbald. Want op die manier kom je wel met wat meer verschillende types in aanraking. Ja, ik ben hier naar de basisschool geweest en naar de middelbare school. Je zit hier om de hoek, net Ignatius. Dan kan je er toch wat opmerkelijke ideeën op nahouden. En hoe voel je nu als je hier doorheen fietst? Voel je dan, is dat een soort wel een soort thuis? Of heb je gewoon dat je denkt, de rest van Amsterdam is eigenlijk veel leuker? De rest van Amsterdam is wel leuker. De rest van Amsterdam is sympathieker. Maar ik vind het ook, ja, mijn vader woont hier nog steeds. En ik voel me er ook toch wel thuis. Ik vind het ook, ja, het is vaak rustig. En het is... mijn vader woont in de buurt van de Cornelis Schuitstraat. Dat is ook gewoon een soort gratis televisie. Ja, een soort commerciële zender die je opzet. Ja. Met dus ik moet zeggen dat ik het... Ja. Ik waardeer het ook wel weer. Oké, okay, ja. En ja, je voetballen, dat speelt ook een grote rol in je jeugd en in het boek. Wat betekent voetbal voor je? Ja, je bent helaas voor Ajax. Dat vind ik dat toch altijd een minpuntje. Ja, ik wil je eigenlijk nog appen. Als jij je Ajax-shirt aandoet, dan doe ik een Feyenoord-shirt aan. Maar Ik was even... Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Kom je uit een dorp in de buurt van Rotterdam? Nee, maar ik kom wel echt uit een Feyenoord-familie. Oké, okay, ja, dus oké. Ik ben een van de weinige Feyenoorders hier in Amsterdam. Maar ja, sterkte op meerdere manieren. Ja, nee, dat komt wel goed. Ja, wat voetbal voor mij... Ik denk dat het is ook wel een manier geweest voor mij om misschien een soort jongensachtigheid toe te staan bij mezelf. Ik heb als ik er op terugkijk... Ja, ik ben er eigenlijk nog steeds niet helemaal achter wat het inderdaad allemaal heeft betekend. Maar het was in ieder geval wel voor mij een manier om misschien wat grotere vragen over mijn... identiteit buiten de deur te houden en me gewoon als kind heel erg te richten op voetbal. Ik merk dat ik in ieder geval in de jaren dat ik enorm ambitieus met voetbal bezig was, op het moment dat die voetbalambitie, toen die verslapte, kwamen er allemaal vragen naar boven van, oh ja, shit, meisjes zien er zo uit, jongens zien er zo uit, er is een bepaalde dynamiek, ik moet daarin mee. En dan sloeg dat dus heel erg in en werd ik daar op lange termijn tamelijk ongelukkig van, omdat ik me ging aanpassen. En zolang ik me met voetbal bezig hield, weliswaar soms een beetje op een maniacale manier met schema's en hoeveelheden uren dat ik moest spelen per dag. Maar zolang ik daarmee bezig was, had ik wel die andere vragen niet. Ja. Zo. En nu, hoe is dat nu? Heb je die vragen nu wel? Die vragen komen natuurlijk om de havenklap terug in je boek. Ja, klopt. Kun je ze nu wel aan? Of ga je dan alsnog voetballen? Nog steeds voetballen. nee, die manier om buiten de... om het op afstand te houden, die is niet meer echt houdbaar. Wanneer kwam dat punt dan, dat het voor jouw gevoel niet meer houdbaar was? Om het... Ik denk eigenlijk dat precies is waar het boek een beetje begint. Dus een jaar of 17. Tot dat moment was ik echt wel heel fanatiek bezig. Ik speelde bij de jongens hier om de hoek, bij Zwift en bij selectieteams van de KNVB. En ik zou misschien op stage gaan bij AZ, bij die vrouwen daar. Dus dat was wel
echt die iets... Die was echt goed. Ja, in ieder geval, bedoel, ik heb ook... Er zijn ook mensen die ik ken die beter zijn dan ik en die zijn ook geen prof geworden. Dus het is... dat heeft met verschillende dingen te maken. Maar ik was er wel serieus mee bezig en ik weet eigenlijk... Het is altijd moeilijk om je vinger erop te leggen wat er gebeurde, dat dan weg ebt, dat gevoel. Maar vanaf dus rond mijn 17e ben ik, is die ambitie wat meer naar de achtergrond verdwenen. Ja. En zijn dat soort vraagstukken enorm komen bovendrijven. Maar ik denk eigenlijk dat het boek omschrijft hoe ik daar dan vervolgens jarenlang mee in de clinch lig. Kun je één vraag, zonder te veel te vertellen, om al die vragen te doen, dan geef je veel te veel weg. Maar kun je één vraag noemen waar je mee geworsteld hebt of nog steeds mee worstelt? Nou kijk, ik denk dat ik in de eerste instantie, wat ook aan het begin van het boek zit seks. Eigenlijk later in het boek valt het eigenlijk ook wel weer mee, maar dat... Dat je met als vrouw voor het eerst met een man naar bed gaat en je afvraagt... Is dit het nou? Ja, mensen laten zich hier in de regel positief over uit. Ja. Deze bezigheid, ik heb er niet zoveel mee. Dus dat je begint af te vragen waar dat mee te maken heeft. En dan blijkt van, ik val niet op mannen, maar ik val op vrouwen. Maar na verloop van tijd, zowel in het boek als in mijn leven, blijkt dan dat er ook meer aan de hand is. Dat je misschien jezelf niet per se identificeert als vrouw. Dus dat zijn heel veel... vragen geweest. En dat is inderdaad niet een proces waarvan ik zeg dat nu is afgerond. In de zin dat met name dus dat laatste, dat trans onderwerp, zeg maar, zoals ik het dan maar noem, dat is iets waar ik in principe volop in zit. Althans, ook ik zit er op een praktische manier in. In de zin dat ik bij de VU dan loop. Ik hoop dat ik een aantal vragen wel geestelijk al een beetje achter de kiezen heb. Dus dat is, wat dat betreft is het niet dat het boek geschreven was, de vraagstukken afgehandeld en dat ik nu dat wel ga leuk rentenieren. Ja, hoe ben je begonnen? Want je hebt een hele andere stijl dan heel veel andere Nederlandse schrijvers die we waarschijnlijk allemaal wel gelezen hebben en kennen. Het is echt iets anders. Hoe heb je dat gevonden? Of kwam dat gewoon? Je bent heel direct. Je spreekt de lezer echt heel erg persoonlijk aan. Ik denk in die zin ik toch best een conventionele, zeg maar. Dus ik vind het op zich leuk om te horen dat de stijl niet als conventioneel wordt ervaren, maar de manier waarop ik erbij ben gekomen, is dat denk ik wel in de zin dat ik gewoon veel ben gaan lezen en geprobeerd heb dat wat me aansprak bij me te houden en dat wat ik saai vond los te laten. En wie las je dan? Dus ik denk, natuurlijk, dat wordt ook in recensies al veel gezegd, maar dat klopt ook dat ik Salinger natuurlijk een enorm mooie schrijver vind. Maar ik denk dat die misschien, er zit misschien iets meer agressie of zo in hoe ik schrijf. Ja. En dat is dus niet echt iets van hem. Misschien een beetje een elitaire verwijt, maar Adorno, die wordt ook in het boek genoemd, een filosoof, maar die heeft wel een soort... Zeg maar, zowel in hoe hij zelf schrijft als in wat hij predikt van hoe er geschreven zou moeten worden. Dat de tekst als een soort trein moet zijn die recht op je afkomt. Dat is denk ik wel iets wat ik altijd... Ik heb wel vaak met schrijven gedacht, waarom zou je een omweg nemen als het gewoon wel gestreefd naar een inderdaad zo direct mogelijke stijl die ook misschien niet... zoveel mogelijk buiten het boek zelf wil treden. Maar dat is misschien een beetje abstract. Was je niet bang dat mensen daarop zouden afhaken? Ik vond het zelf bijvoorbeeld af en toe dat ik dacht, oh wow. Maar omdat ik je ken, kwam maar je ermee weg, zeg want maar. Want er zitten veel beetje frases in het boek van snap je een beetje. Ik vond dat in het begin een beetje ingewikkeld. Ja. Maar omdat ik je ken, dan dacht ik, oké, als zij dit nu voorleest of zegt tegen me, dan is het goed. En toen kon ik weer heel prima door. Ik ben blij dat dan ook mensen door konden die niet letterlijk mijn stem kenden. Of ik bang was dat mensen... Dat maakt misschien wel dat het voor een wat jonger publiek, die daar wat beter op aanslaan dan een ouder publiek, kan daar natuurlijk wel wat makkelijker op afhaken. Omdat ze dat niet gewend zijn of niet wensen. Ja. Of was je daar ook dat je dacht, dit is mijn boek?
Ik ben er wel onzeker over geweest, maar dat kwam denk ik omdat ik... Het kwam heel erg met het schrijven, die zinnetjes. Dus ik was eerst eigenlijk meer gewoon bezorgd, omdat het, naarmate het einde... voor zit het er enorm veel... Dat, het was gewoon in eerste instantie heel erg uit balans, omdat ik het pas halverwege het boek begon te doen. Ik heb er heel veel kritiek op gekregen van redacteurs. Dus het klopt dat ik er wel onzeker over ben geweest, maar dat kwam denk ik meer van buitenaf dan dat ja. Ik geloofde wel dat het iets zou toevoegen. Maar voor wel meer dingen in het boek geldt dat ik denk... Dit had allemaal nog uitgebalanceerder kunnen zijn. En ik heb dit veel gehoord, ook mensen die er inderdaad die het gewoon niet zo relaxed vonden. Dus misschien is dat... Ja, bedoel, dat is natuurlijk ook oké. Misschien was het boek nog beter geweest als dat er iets minder in had gezeten. Maar dat die zinnetjes erin zitten, dat voelt wel voor mij... uiteindelijk gaat het denk ik toch ook heel erg over een bepaald soort... eenzaamheid. En die eenzaamheid spreekt ook uit een soort continue vraag om bevestiging van een soort toehoorder. Dus, ja, want je hebt Russisch en filosofie gestudeerd, toch? Ja, en nog een jaartje daartussenin heb ik literatuurwetenschap gestudeerd. Ja, ik heb ook literatuurwetenschap gedaan. Ja, maar was wel, je beschrijft twee uit mijn hoofd studiereizen die je doet. Klopt, ja. Hoe, en daar komt die eenzaamheid heel erg naar boven. Hoe gedij jij in eenzaamheid? Kun je goed eenzaam zijn? Hoe was dat om als een soort eenzaam schrijfster toch, denk ik, want ik denk dat schrijven en eenzaamheid best wel goed samengaan, om in zo'n groep dan in het buitenland te zitten? Want daar kun je, bij Arnhem kon je weg, maar daar kun je niet zo makkelijk zeggen... Klopt. Dag, ik ga terug naar Amsterdam. Ja, ik heb wel bijvoorbeeld met filosofie zijn we naar Kopenhagen geweest... dat wordt dus inderdaad ook in het boek omschreven, dat ik dan op de wc ga zitten, Tetris spelen. Heb ik wel echt nog overwogen om te gaan liften, om dat wel gewoon te doen. Maar goede vraag. Ik denk in ieder geval niet dat... als ik kijk naar de periode waarin ik het boek heb geschreven, en ook wel periodes waarin ik andere dingen heb geschreven waar ik tevreden over ben... Ik heb dat nooit vanuit zo'n soort eenzaamheid geschreven. Ik ben wat dat betreft niet echt voorstander van het romantiseren van dat gevoel. Ik vind het dan prettig dat ik, wanneer ik me wat steviger voel, enigszins mijn gram kan halen over zo'n periode waarin ik me heel erg rot heb gevoeld. Maar er ontbreekt dan zo'n fundamenteel... ik denk het hele punt van angst is dat je dat het een beetje voelt als zweven. Dat er, terwijl, ja, op het moment dat je schrijft... Ja, ik zit even na te denken hoor, wat ik erover wil zeggen. Maar ik heb in ieder geval het gevoel van waaruit ik heb geschreven was heel veel stabieler en prettiger en veiliger dan dat gevoel van die reizen. In ieder geval, ik heb vaak gedacht toen het nog niet echt lukte met schrijven, van was ik daar vaak ook wel onzeker over. Dat ik dacht, schrijvers zijn vaak ongelukkige mensen. Maar ik ben eigenlijk, met dat ongeluk zit het wel goed. Maar het lukt me helemaal niet om productief te zijn vanuit dat ongeluk. En dat is ook wel mijn ervaring. Het is me pas gelukt om iets meer op papier te krijgen van het moment dat het gewoon beter met me ging. Dat ik gewoon... goed sliep en stabiele vriendschappen opbouwden. Dus dat klinkt dan wat saaier, maar het is wel belangrijk. Ja, je had het net ook over je gram halen. Dat is toen ik het las. Ja, ik herkende natuurlijk een aantal karakters in je boek. Maar ik was laatste biografie van Philip Roth aan het lezen. En hij haalt ook zijn gram altijd. Mm-hmm. Als mensen hem iets aangedaan hebben, dan worden ze teruggepakt, koste wat het kost. Ja. En dat doe jij ook. Jij pakt mensen ook aan in je boek. Waarom doe je dat in je boek? Want ik denk niet dat je dat gewoon... Heb je dat ook recht in mensen? Ik denk het niet, hè? Nee, ik denk wel dat er een verband bestaat tussen het onvermogen om conflicten aan te gaan in het echt. En dan de drang dat ergens anders op te lossen, zoals in Word-bestanden. Ja. Ging dat makkelijk? Het opschrijven daarvan. Ja. Ik ben bang dat ik een beetje als een psychopaat overkom, als ik zeg, maar dat ging... Mag best hoor. Ja, ik had daar weinig
moeite mee. Ja, ik kwam een keer een meisje tegen in een café. Ik snap denk of je haar... Maar ja, die dan enorm in de clinch vecht met zichzelf. Omdat ze iets matig onaardigs had gezegd over de stiefvader of zo. Toen schrok ik. Ja, eigenlijk gaat het best wel oké om gewoon korte metten te maken met iedereen in mijn directe omgeving. Dus dat... Ja, dat meisje heeft waarschijnlijk meer vrienden dan ik en betere familiaire relaties. Dat, maar nee, ja. Het ging ja, zeg maar het schrijven in de eerste instantie ging goed. En ik denk dat, of ging moeiteloos, dat soort, om het over dat soort dingen te hebben. En ik denk dat ik misschien wel bij een volgend boek in een meer redactionele fase dan wel iets meer bedenkingen zou hebben dat ik... Misschien, ja, omdat het mijn eerste boek was, ik ook het soms moeilijk voor te stellen is dat dit daadwerkelijk gelezen zal worden. Ja. Dus dat je ook wat makkelijker denkt, nou joh, ja, gooi me naar de drukker. Het wordt ook verfilmd nu. Wordt zelfs ja. Ja, en dan, hoe gaat dat dan? Hoe gaat die vraagscènes dan? Nou, kijk, in eerste plaats is de vraag hoe we het gaan verfilmen. Ja. Dus überhaupt of het een serie wordt of een film. Want als het een film wordt, dan zal er heel veel uit moeten worden weggelaten. Want Halina Rijn en Carice van Houten gaan het verfilmen, toch? Ja, zij zijn de producenten. Ja. En Carice had gezegd dat het er leuk leek om mij te spelen. Maar dat het misschien een, qua leeftijd een beetje een dingetje zou zijn. Beetje ongeloofwaardig, denk ik. Ja, ja. Op zich... Is er zo goed dat je, ja. Wie weet. Maar nee, dat wordt denk ik iemand anders. En de regie en scenario, dat moet ook allemaal nog gekozen worden. Ja. Ja, heel tof. Ja. We hebben het nu vooral over leuke dingen gehad. Oké. Okay. Oh, ik vond het al best wel. Ja. Nou ja, over mijn ongeluk. Ja, maar, ook, maar het boek eindigt natuurlijk. Het laatste deel is natuurlijk wel. Ja, ja. Een stuk verdrietiger. En dat. Vond ik heel indrukwekkend om te lezen. Mm-hmm. Omdat het in één keer zo'n andere kant van jou laat zien. Want je moeder is ziek. Ja. En gaat dood in het laatste deel. Klopt, ja. Hoe, want ik heb in interviews en zo gelezen dat je dat eigenlijk er niet in wilde. Want dat verhaal was wel bekend. Maar eigenlijk zei iedereen, het verkoopt wel. Dus stop het er maar in. Als ik het een beetje zo... Ja, nou, ik denk niet dat het zo gegaan is. Ik denk meer dat... Of dat je er juist over moet schrijven. Ja, kijk, het boek heeft 11 hoofdstukken. En de eerste 10 zijn inderdaad... het is het 11e hoofdstuk dat over moeder gaat. Ja. En het staat inderdaad een klein beetje los van... Of het houdt als het goed is wel verband met de rest. Maar en die eerste 10, die had ik altijd al in mijn hoofd. Dat was al jaren het plan. En... Pas relatief laat kwam het idee om iets ook over mijn moeder daar aan vast te schrijven. En ik weet, het klopt dat ik met mijn uitgever een gesprek daarover heb gehad. En ik was een beetje onzeker, omdat ik dacht, een moeder met kanker, is dat niet goedkoop of zoiets? Ja. Of dat ik gewoon van een afstandje dacht, hebben de mensen hier behoefte aan? Ja. Dus eigenlijk was ik juist bang dat het iets vulgairs. Ja, ja, en toen, maar dat hoofdstuk was toen wel al de eerste versie gewoon geschreven. En toen zei dus Daniel, mijn uitgever en tevens halfbroer, die zei van wat een onzin. Het voegt ook, bedoeld is op zichzelf een waardevol hoofdstuk, maar het voegt ook iets toe aan de rest. Ja, het werd een soort lijm, vond ik. Ja, ik ben blij om dat te horen. Ja. Dat, ja. Want hoe was, heeft je moeder nog iets kunnen lezen? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb in de tijd dat zij, dat haar, nou, ze was heel lang ziek, maar dat die ziekte zo progressief werd, zeg maar, en dat ze overleed, toen had ik wel het boekcontract. En toen had ik wel het korte verhaal geschreven, dat een beetje de basis vormt van dit boek. Dus heeft zeker wat dingen van mij gelezen, ook columns voor De Groene, daar ben ik wel heel... Ja, mijn moeder was toch... Nou ja, is toch je moeder. Ja, ja, en iemand die dan, weet je wel, de groene, dat gewoon... Dus ze was wel trots volgens mij daarop. Maar op het moment dat ik echt met mijn boek, dat het een beetje vaart kreeg, toen was mijn moeder al ongeveer een jaar overleden. Dus dat... Ja, en was dat hoofdstuk, was dat ook anders om te schrijven dan de rest? Was dat moeilijker? Of was dat, hoe dacht je, hoe ga ik dat in... dat het integreren in de rest van het verhaal? Heb je daarmee geworsteld of ging dat eigenlijk ook wel?
Nee, nou, ik denk dat op zich dus mijn zorgen over of dit wel iets zou toevoegen aangeeft hoe, hoeveel inzicht ik heb in de grote lijn van een verhaal, namelijk niet enorm. Dus ik heb ook niet daar heel erg over nagedacht hoe dit zich zou verhouden tot de rest of zo. Het ging eigenlijk best wel makkelijk, omdat ik... dat geldt ook een beetje voor het begin van het boek, omdat dat zoveel verband houdt met het korte verhaal dat ik ooit schreef. Dat ik had eigenlijk al veel liggen. Ik heb toen mijn moeder overleed, die dagen daarna heel veel opgeschreven over... Ik was heel bang dat ik het zou vergeten. Dus ik heb absoluut niet op een soort literaire manier, maar gewoon aantekeningen gemaakt. En toen ik uiteindelijk... ik heb me toen lang dus niet echt stevig genoeg gevoeld om veel te schrijven, maar toen ik daar eenmaal mee begon, waren dat ook een beetje wat meer literaire bewerkingen van die aantekeningen. Dus tegen de tijd dat ik het hoofdstuk moest schrijven, toen was er wel al veel. Ik denk de stukjes in dat hoofdstuk waar ik het trots op ben, had ik eigenlijk al liggen of zo. Ja. Dus nee, ik weet nog, het was ook heel mooi weer in de tijd dat ik dat schreef. Dat was eigenlijk wel een oké tijd. Ja. Ja. Waar ben je het meest trots op in het boek? Nou, ik denk misschien inderdaad wel dat hoofdstuk. En er zitten een paar grappen in die ik wel gewoon, waar ik nog steeds stiekem wel om kan lachen. Over dat het een tip is om op eerste date niet naar een film over het of niet iets te gaan doen dat te maken heeft met Zonder Commando in Auschwitz. Dat vond ik toen wel, ja. Iva, dat was ook, dat is een van de eerste hoofdstukken. Waarom ga je zachter praten als je dat vertelt? Nou, ook omdat ik niet zeker weet of je zonder commando, of er nou een N na de R staat van zonder. Of het zonder commando. Met een N erachter. Ja, okay. Volgens mij wel. Oké, okay, ik hier. Ja, ik ga ook in één keer. Nee, zonder commando. Ja, en mijn moeder, we zitten dus hier een boek al van Rosse. Mijn moeder heeft een boek geschreven, de biografie van haar opa, en die... Dus mijn overgrootvader, en die is omgekomen in de oorlog. En het zou een beetje als een godsbevoel als ik dan hier iets verkeerd zou uitspreken dat verband houdt met de oorlog. Ja. Of, ja, dus ze heeft een boek geschreven daarover en dat werd hier veel verkocht. Dat was het einde van de redenering. Ja. Nog één andere grap, voordat we naar een stukje voorlezen gaan. Oh, ben je wel benieuwd? Ja, even nadenken. nou, er zit op een gegeven moment een sneeuwbalgevecht in... dat gaat ook over een studiereis. En ik vind dat sneeuwbalgevecht niet eens per se heel grappig, maar dan... Op een gegeven moment is er een Brabantse jongen die een Brabantse uitspraak doet. En dan gaat het over de manier waarop die uitspraak... Ja, deze grap werkt niet helemaal. Dit is leuk voor de kijkers thuis die het boek al gelezen hebben, maar... Dat gaat, Brabanders worden op de hak genomen en daar kan ik dan nog steeds van lachen. Een grootstedelijke arrogantie. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja. Ja, zou je een stukje voor willen lezen? Jazeker. Ik dacht, ik lees gewoon helemaal... Kun je nog even, misschien moeten we dat even de sticker met de piemel. Ja. Waarom zit die erop? Omdat ik... Is dat ook een grap? Ja, dat schoot me op een gegeven moment. Dat is ook een grap, inderdaad. Maar ik dacht, ik vond de illustratie, was ik heel blij mee. Maar in combinatie met de titel dacht ik, dat heeft toch iets gewichtigs. Er moet een soort comic relief zijn op het boek. En toen dacht ik aan dat piemeltje. En ook omdat dit een soort muur is, dus dat kan dan wel daar een soort van op getekend zijn. En toen was er een vrouw... Nou, echt iemand die langsliep terwijl ik dit besprak, die zei, maak er een sticker van. Dus we kunnen chique boekhandels het er nog afhalen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is een beetje het verhaal achter de piemel. Ja, ik vind het echt hilarisch. Daar ben ik blij mee. ik dacht eraan om even helemaal het begin voor te lezen. Of niet helemaal het begin, maar dat wat er helemaal aan het begin zit. Namelijk van proloog. Die heet Mijn moeder is een vader Jood. Mijn moeder zei altijd, we hebben geen rijke vrienden, ze hebben gewoon op het juiste moment een huis gekocht. Op precies het juiste moment hebben mijn ouders een huis gekocht. In de Jacob Obrechtstraat, nummer 7, Hartje Oud-Zuid.
Iemand zei ooit dat er twee typen mensen in Amsterdam-Oud-Zuid wonen. De ordinair rijken en de intellectuele joden. Wij waren niet rijk, wij waren niet ordinair rijk, moest ik al maar geloven. We waren niet Joods, mijn moeder was slechts een vader Jood. En ik heb mijn vader wel eens gevraagd wat een intellectueel was, en toen antwoordde hij, alleen Wilfred Oranje is dat. Toen ik 20 was, heb ik een tijdje in de oude kamer van Wilfred Oranje gewoond, want die was inmiddels dood. En wanneer ik dan wakker werd, zag ik honderden uitgaven van Sigmund Freud om me heen. Ik heb het daar niet heel lang uitgehouden. Ik wilde ook een intellectueel worden, maar telkens wanneer ik een boek las, viel ik in slaap. Zo gaat het nu eenmaal. Als ik te lang naar het werk staar van mannen die op Sigmund Freud lijken, val ik gewoon in slaap. Van mijn 18e tot mijn 22e heb ik geprobeerd allerlei Sigmund Freuds tot me te nemen. En eigenlijk heb ik daar maar één helder te omschrijven gevoel aan overgehouden. Dat ik Sigmund Freud niet was. Preciezer geformuleerd, dat ik geen man was, maar een vrouw. Grote moeite had ik met het zijn van een vrouw. Ze wilde dat ik mijn haar lang liet groeien. Natuurlijk heeft niemand dat ooit hardop zo gezegd, maar als de mensen iets door je strot willen duwen, gebruiken ze over het algemeen hun mond niet. Ze laten het je weten. Inmiddels heb ik heel kort haar en zit ik in een praatgroep voor transgenders. Wil je daar meer over weten? Bel me maar. Ik ben ook helemaal geen transgender. Ik ben gewoon iemand die heel graag vrouwen penetreert en het beu is omwille daarvan de hele tijd apparaten aan te schaffen. Die dingen kosten bakken vol geld en de helft van de tijd weet je niet waar je mee bezig bent, omdat het peperdure toestel scheef is gaan zitten. Weet je waar ik klaar mee ben? Dingen die scheef zitten. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het heel erg leuk. Ik ook. Gelukkig. Bedankt voor het kijken. Ik wil graag nog de schrijverscentrale, de KBB en de pletterij bedanken voor het maken van deze livestream. Ook de NS? Of de die NS, heeft zich teruggetrokken? Die hebben zich... Geen idee. Okay. Geen idee. De Misschien de NS? Misschien de NS. Altijd de NS. Wat bijzonder. Morgen is het laatste interview. Dat is weer op het Spui. Met Joost Ome en Helena Oogenkamp. Een debuterend schrijfduo, dus dat lijkt me ontzettend leuk om daarover te spreken. Dus graag tot morgen. Dank jullie wel.